De TBS van de moordenaar van Nadine Beemsterboer is met 1 jaar verlengd. Dat heeft de rechter donderdag besloten. Gerold O. bracht zijn ex-vriendin Nadine in december 2006 met 36 messteken om het leven. Hij werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en TBS. Het betekent aan de ene kant natuurlijk wel dat er toezicht blijft op zijn doen en laten. Een nauwer toezicht dan het geval zou zijn als die op vrije voeten was gesteld. Dat is de ene kant. Aan de andere kant is het wel zo dat wij weer het komende jaar weer gaan toeleven naar een bijeenkomst in de rechtbank. Waar dan weer besloten moet worden wat te doen. Dus ja. Het is het lot van nabestaanden van geweldslachtoffers dat je te maken houdt met degene die, die je kind om het leven hebt gebracht. Dan blijf je op een of andere manier mee verbonden. Dat is ons lot.